Een 0-3 zege op Quick 20, dus de derde oefenoverwinning op amateurs. Wat zeggen die resultaten eigenlijk? Nou, op zich niet zo heel veel. Het is prettig dat je een lekkere wedstrijden speelt. Alhoewel ik het vandaag wel vermoeid vond ogen. Dat kan ook wel kloppen. We hebben behoorlijk pittig getraind. En vanmorgen ook nog pittig getraind. Bijna 2 uur vanmorgen. En dus dat zag je wel terug in de wedstrijd, maar er ook wel een aantal goede dingen gezien. En we hebben in twee groepen gespeeld. Maar ja, het is altijd lekker om wedstrijden te winnen. Is dat ook misschien nog juist wel iets wat je bewust ook doet? Dat je pittig traint en daarna nog een wedstrijd speelt om ook wat meer onder vermoeidheid en drukke schema's te wennen? Ja, kijk, dat kan nu nog. En daar is een voorbereiding voor. En dan mag het ook hier en daar wat piepen en kraken. En dat zag je heel duidelijk vandaag. De wedstrijd was niet fris. Maar dan komt het ook op het mentale aan. En dat hebben ze wel prima gedaan. En morgen en donderdag weer... Twee pittige trainingsdagen en dan hebben we vrijdag een wedstrijd tegen Heracles. En dan hebben we hopelijk een heel goed trainingskamp achter de rug. Ja, en dat wordt eigenlijk de eerste echte test, maar je bent nu een aantal weken bezig. Hoe is je idee over waar de groep staat? Nou, op zich zijn we redelijk ver. Hè. We hebben de posities die we wilden hebben, hebben we goed ingevuld. Er is een bepaalde kern gebleven. We hebben daar waar we ons moesten versterken, hebben we ons versterkt. Nog niet iedereen is aanwezig, maar het gros is er. Dus ik ben heel erg tevreden op de manier waarop het gaat. Nieuwe spelers kunnen we goed inpassen. Allemaal uitstekende karakters om mee te werken. Willen allemaal hard werken. Dus ik ben heel positief gestemd. En zo iemand die bijvoorbeeld nieuw is sinds een aantal dagen, Briem, de Canadees. Wat is je indruk van zo'n jongen? Ja, ook heel fris. Ik kende hem al wat langer uit de keukenkampioen-divisie vorig jaar. Ik kom bij Eindhoven vandaan. Nou, hij is een zeer atletische speler die op meerdere posities kan spelen. Dat vind ik heel fijn. We hebben heel veel spelers die op meerdere posities kunnen spelen. Dus die kunnen ook heel veel van positie wisselen. Hij heeft vandaag in de spits gespeeld, maar kan op 10, kan aan de zijkanten. En hij maakt ook een hele frisse en vooral een hele sterke indruk. Is dat ook een beetje de kracht van heel veel van die aanvallende opties waarmee je versterkt hebt, dat ze op meerdere posities inzetbaar kunnen zijn, zoals ook Koki Saito? Ja, vind ik wel. Ik hou altijd van spelers die verschillende posities uit de voeten kunnen. Wij willen een spel spelen waar veel positiewisselingen naar voren komen. Nou, dan moet je spelers hebben die dat goed in kunnen vullen. En daar hebben we heel bewust naar gescout. En dat geeft je heel veel mogelijkheden. Dat geeft je ook heel veel mogelijkheden om tijdens het seizoen te wisselen. Of tijdens een wedstrijd van systeem. Tijdens de wedstrijd een ander poppetje links of rechts zetten. Dus dat geeft ons heel veel mogelijkheden. En we hebben vooral heel veel aan creativiteit gewonnen. Met Namli is een van de laatste puzzelstukjes om de selectie af te maken binnen. Hoe gaat het nu tussen Gerard en jou met nog die laatste posities invullen? Ja, dat gaat goed. Wij houden altijd onze oren en open ogen voor nog aanvullingen. Er kan bij ons wat gebeuren. Er kunnen bij ons spelers weg worden gehaald. Er kan ergens in één keer iemand vrijkomen die net even de kers op de taart is. Dus wij zijn ook in dit trainingskamp gewoon nog constant bezig om te kijken waar er misschien nog een verrassing zit. En hoe nou is die samenwerking tussen jullie twee daarin? Hij doet natuurlijk de onderhandelingen, maar hoe goed is die contact? Nou, die is heel nauw. Kijk, wij hebben dagelijks contact in het trainingskamp. Gerard is hier ook elke dag, dan zie je elkaar de hele dag. Maar ook gewoon als we in Rotterdam werken, dan we spreken elkaar. Of we zien elkaar dagelijks of we spreken elkaar dagelijks. Dus daar is heel intensief contact met het versterken van de spelersgroep. En hoe gaat het met onze Noorse vrienden? Heb je daar al een beetje dat je die in de gaten houdt? Hoe ze het daar doen? Ja, die doen het goed. En de competitie is binnenkort afgelopen daar. En dan nemen ze na de wedstrijd gelijk de eerste vlucht naar Nederland. En ik kan ook niet wachten tot zij aansluiten, want dan heb je je groep gewoon volledig compleet. Ja. En dan over een week of 2,5, 3,5 begint Heerenveen alweer. Ja, dus het gaat snel. Dus prima toch. Ja. Zin in? Ja, heel veel zin in. Ik heb heel veel zin in dit seizoen. Natuurlijk, vorig jaar is het hartstikke mooi geëindigd. Nou, dan heb je een paar weken vakantie en dan ga je de ploeg met name aanvallend en op creativiteit ga je de ploeg versterken. En daar zijn we enig in geslaagd. Dus ik kijk er heel erg naar uit om met deze competitie aan de slag te gaan.